Verkoopsupertip: fase bezichtiging houden. Bereid altijd een positief antwoord voor op de vraag: waarom wil je je huis eigenlijk verkopen? Probeer het positieve aspect van de keuze om te gaan verkopen te benadrukken en niet de negatieve reden waarom je graag weg wil. In plaats van ik wil niet meer zoveel trappen lopen, kan je ook zeggen ik wil dichter bij mijn werk gaan wonen. Wellicht zijn beide antwoorden waar, alleen het laatste zal wellicht een minder negatief effect op de koper hebben. Praat dan ook over nieuwe kansen en mogelijkheden en een logische volgende stap in jouw wooncarrière.